De komende dagen komt er een meteorenzwerm langs de aarde, de Perseïde. En dat betekent dat de kans op vallende sterren weer gaat toenemen. Veel meteorenzwermen kruisen de baan van de aarde jaarlijks rond dezelfde tijd. Net zoals de meteorenzwerm Perseïde, die altijd rond half augustus gaat pieken. De Perseïde zijn heel snel en bewegen met zo'n 55 tot 60 kilometer per seconde. Dat is omgerekend bijna 214.000 kilometer per uur. Rondom de piek zijn er boven onze omgeving zo'n 50 tot 65 meteoren per uur te zien. In de nacht van 12 op 13 augustus worden de meeste meteoren verwacht tussen 3 en half 5. De meeste meteoren zijn helder en daarom ook goed te zien met het blote oog. En omdat de maan niet goed zichtbaar is, zijn zelfs de kleinste meteoren te zien. Wel is er helaas in Nederland veel lichtvervuiling, zeker in stedelijke gebieden. Daarom is het soms ook beter om gebieden buiten de steden op te zoeken om de meteoren echt goed te kunnen zien. Wil jij nou echt optimaal gaan genieten van die vallende sterren? Zoek dan een donkere plek op met uitzicht op het oosten tot noordoosten. En check natuurlijk de weersverwachting om te kijken of het helder blijft tijdens de meteorenzwerm. En wil jij geen enkele andere flitsende video missen? Abonneer dan even op ons kanaal.